Kom op, Beb. Je kent je broer toch. Hij is dol op cruel jokes. Ons hele huwelijk was zo'n grap. Zal ik tantetje even mond op mond baden me? Dacht ik toch even dat ik op een leuke manier van Bakkers af was. Jij denkt ook alleen maar aan jezelf. Door de telefoon zei je toch echt dat hij dood was? God zal jou hiervoor straffen, Bakkers. Wat is dit voor een lullig ding? Hulde aan de kampioen. Oh, met dat gejank. Opa is niet dood. Hou je kop, of ik ontwerf je. Toch zie je er beroerd uit. Klopt. Roep de rest van de familie. Ik wil bediend worden. Door wie? Kan me niet schelen. Met ijs. Dat commandeert maar. Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Een stinkend rijk familielid. En die moet je altijd vriend houden. Ons kun je tarten, Bakkers. Maar tart nooit de dood. Nooit. Ik weet dat je een ander hebt, Wim. Ik kan er niet meer leven. Als je niet heel gauw bij mij hier terugkomt, dan maak ik mezelf een kant. Nu. Wat heeft ze met je gedaan? Het leven is een onvoltooide symfonie. Jij blaast straks je laatste adem uit midden in de maat en ik midden in een roffel, maar de symfonie blijft doorgaan. Ja, en je zult het slot niet horen. Nee. Het leven is een boek waarvan je de ontknoping nooit zal weten. Nee. Maar als wij straks ons moederhoofd neerleggen, dan zijn we getuigen geweest van een interessant stukje tijd van een epoch. Een epoch? Ja, we hebben alles meegemaakt. Van de eerste auto in het dorp, tot aan het ruimtetijdperken van de Russische revolutie, tot aan het vallen van de muren. We hebben alles meegemaakt. Nou, meegemaakt, zo kun je dat niet zeggen. We hebben eraan gekeken, op de televisie en in de krant. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, maar het was onze tijd. Nou, onze tijd? Wel, nee. Zo kun je dat echt niet zeggen. Wat wij hebben meegemaakt is 12 jaar Lubbers, 40 jaar Luns, 25 jaar Hilterman, 10.000 files voor de Koentunnel en 25 jaar illegale abortus. Geen epoch. Een lullig stukje tijd. Geen symfonie. Gewoon een Hollands deuntje. Ik heb jullie bij elkaar geroepen omdat ik mij het einde voel naderen. Maar ik mag barsten als ik weet wanneer. Kom ik daarvoor helemaal uit de polder? Of ga je soms zelfmoord plegen? Niet zo ongeduldig, zusje. Want misschien sterf ik sneller dan goed voor je is, hè? Want stel dat ik iets niet goed heb geregeld in mijn testament, we zien elkaar zo weinig. Misschien doe ik iemand van jullie tekort. Ik weet niet hoe de rest erover denkt, maar ik ben blij dat je nog leeft, Bakkers.
Dat geeft mij de gelegenheid om een mooie begrafenis voor te bereiden. Jij, over mijn lijk. Jij gunt mij ook niks. Ik doe dit vrijwilligerswerk al 10 jaar, hoor. Ik heb ook een hobby. Het halve dorp heb ik ondergestopt. Ik zet vogeltjes op. Iedereen wil door mij gedaan worden. Eerst zuig ik de ingewandjes eruit. Gadverdamme. Dan prik ik de oogjes los. Sadist. Mensen die zulke dingen flikken, moet je tegen de muur zetten. Ik vergas ze eerst. Ons moeder zei altijd, opent men lijken, dan breken de dijken. Gelul, ik geef mijn lichaam lekker aan de wetenschap. En nou maar hopen dat de wetenschap het hebben wil. Oh, dat ziet er niet best uit. Hij is nog niet dood. We nemen de drie. We nemen de 1, we nemen de 2, we nemen de 3, we nemen de 4. En als er nog geen leven is, dan nemen we de 4. Oh, had een mens maar 1 erfgenaam. Heerlijk simpel zou dat zijn. Heeft u hier wat aan, tantetje? Als ik jou toch niet had. Wat ben je toch een hulpvaardige knul. Ik kan ook heel goed tong zoenen. En knopen leggen, hè, neef? Daar maakt een hopman zich niet verdacht mee. Iedereen, Jem? Nee. Alleen als jij voorproeft. Wat zijn dat voor gore beschuldigingen, hè? Alsof ik ooit iemand naar het leven zou staan. Nou maak je het te bont, Anna! Ik ben Anna niet, die is dood. Ik ben je vrouw niet. Ik ben Beb, Beb. Je vuile, uit de kleine trokken, calvinistische stamboekpop! Hoe durft u tantetje zo te betitelen? Hey, ze is de enige die nog wel eens aan me zit. Doodzonde. Wat wou jij, zwagertje? Kop vol littekens. Please. Spreken we geen Nederlands meer? Het is ook altijd hetzelfde met jou, Floyd. Zo'n pistool, maar schiet er al maar. Ik heb het vage vermoeden dat jullie het op mijn leven hebben gemunt. Je hoorde het op donderdag, de dokter stokte even. Het trof jou als een donderslag, nog maar een jaar te leven. Je liep terug naar het station, vol kranige gedachten. Maar sprong die nacht van het balkon. Te wachten. Je hebt je vrienden niks verteld, je hebt je volgegoten en zelfs je ouders niet gebeld, maar heel alleen besloten. Wij hoorden vrijdags van jou door. Waarom zo ongeduldig? Je hebt geen middel geprobeerd of in je laten snijden. Je bent niet langzaam uitgeteerd. Ik heb je nooit zien lijden. Het klinkt misschien ontzettend bot, maar dat had me tijd gegeven om mij te schikken in jouw lot. En door te gaan met leven. Hallo? Volk! Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Ah, gelukkig. Kunt u me even helpen? Ah, kijk, een nieuwe. Zoekt u iemand? Ja, ik zoek Petrus. Bent u dat? Nee, ik ben wie ik ben.
Ach, zou u Peters even voor me willen roepen? Wij willen niets. Dat hoeft hier niet meer. Ja, u moet niet weggaan. Ik moet Peters even spreken, anders kom ik er niet in. Waar, hè? In de hemel. Die nieuwe zijn toch altijd een beetje... Het is tot de poort. Daar kunt u zo doorheen. Zijn jullie engelen? Waarom vraagt u dat? Nou, die gemaden. Wilt u ook zo'n zalig hemd? Dan kunt u zich daar omkleden. Ben ik dan ook een engel? Wij zijn gewoon. Iedereen is hier. Ja, dat zie ik. Weet u wie die vent is? Lars, dat was de grootste crimineel van ons dorp. Is dit de hel? Dit is alles wat er is. Ik begrijp er niks van. Waar is Jezus? Het is ook altijd hetzelfde met die nieuwe. Wedden dat hij straks over God begint. Ik wil me niet vertellen dat jullie niet weten wie God is. Dit moet de hel zijn. Wat is de hel? Ik wil me niet vertellen dat ik mijn hele leven lang op die harde klotenbanken heb gezeten voor Jan Lul. Nooit heb ik het oog op een andere vrouw laten vallen. Ik had dat geile wijf van de overkant moeten naaien. Zulke dikke tieten had ze. Ach, wat zonde. Nooit heb ik één hand naar mijn vader opgeheven. Jezus, wat heeft die man me geslagen. Ik had hem kapot moeten schieten. Net als mijn vrouw. God, wat heb ik die vrouw gehaat. Mijn hele leven naar God. En nou bestaat hij niet eens. Het lijkt wel of hij pijn heeft. Zou dit een beetje die hel zijn waar hij het over had? God mag het weten. Nou, u. Maar... Snuiven. U bent mijn vilt, Speedy. Hier. Kom. Ja. Au. Oeps. Iets te veel jodium. Nou, alles wordt zwart. Zal ik het even aflikken? Zoiets vraag je niet, dat doe je. En vlug een beetje. Zoek je wat, Lily? Nee, prettig stofje. Ze liegt, hou er tegen. Waarom? Ik vind ook een prettig stofje. Zo ruim geplooid, hè? Ik dacht even... Meneer, het is toch 100% ons. Doe maar geen moeite. Bakkers neemt niks mee in zijn graf. Hoe weet jij dat zo zeker? Heeft hij beloofd. Ik krijg mijn portie na zijn dood. Dat heeft hij laten vastleggen voor zijn vrouwtje. Maar jullie leven al een jaar gescheiden. Maar we zijn het niet. Jij slang. Wij zijn zijn familie. Jij bent maar een bastaard van een jeansmeisje. En Bakker zal wel niet de enige geweest zijn die zwarte gietjes doen het met iedereen. Het is niet waar. Ik lijk sprekend op oma. Als we nou maar wisten waar het testament was. Gejat en onder de kleren gestopt natuurlijk. Fouilleren. Neem mij niet, die tel. Nee. Nee, ik heb niks te verbergen. Testamenten zitten soms op de vreemdste plekken. Onverzadigbare slettenbak. Misschien wel onder dat kapje. Doen jullie wel zachtjes? Oké, mijn schuld, sorry. Ik heb een weekje overgeslagen, hè. Wat is dat nou egoïstisch van me? Onvergeeflijk kusje. Hè? Je moet wel wat aan die schrale lippen doen, Pop. Grapje. Ah, daar hield jij zo van grapjes, weet je toch? Ik wel, ik weet alles nog. Ah, wat kon jij om me lachen, zeg. Als ik thuis op je zat te wachten met een overschoteltje. Je lachte je bijna door. Ontactisch van me, krubot, Emma. Ik zal het goed maken, want kijk eens wat ik heb. Lekker. Wat? Iets lager? Oh, je bent ook nog altijd precies dezelfde, hè. Als je maar gekieteld wordt, kan niet schelen door... Hé, wat hebben we hier? Rozen. En daar, een gemengd boeketje. Ach, ze zijn je nog steeds niet vergeten, hè, al die minnaars van je. Of ik daarvan wist? Ja, natuurlijk wist ik daarvan. Ik ken je toch? Nu weer? Ik kan je geen week alleen laten of er ligt weer een vreemde kerel naast je. Nou ja, mij zul je er niet over horen, hoor. Ik kom alleen maar om je gerust te stellen. Troost je, de kinderen missen je niet. Logisch, je was er ook nooit. Zeg, weet jij dat jij vandaag op de kop af 3 jaar dood bent? Dat moeten we vieren. Muziek!
schatje hondenkop. Je eenmaal komt, heus, wacht maar af. Komt de dag, dan lig ik op je in ons knus familiegraf. Onze knoken, onze botten rusten dan voor altijd samen. Samen rusten, samen rotten als de hel monogaam. Eentje, schatje, leen de popje, wat is onze taal toch rijk. Lig ik strakjes eenmaal op je, dan ben ik je trouw. Over mijn lijk. Trouw, trouw, trouw over mijn lijk. Trouw, trouw, trouw over mijn lijk. Ik ga, want jij zwijgt stil zo vaak ik kan van wil. Ik ben de koning te rijk. Trouw, trouw, trouw over mijn lijk. Jammer. Opa houdt ons gewoon voor de gek. Als hij gaat liggen slapen, ga ik een straatje om. Ik ook. Hij mankeert toch niks. Behalve hier. Ah! Dat zal de notaris zijn. Precies. Omdat hij weet dat jullie hier zitten te wachten op mijn dood. Die man is heel ongerust. Bovendien heeft hij een paar suggesties ten aanzien van het testament. Maar die vent kent ons helemaal niet. Dan kun je daar nu verandering in brengen. Nou, of moet ik zelf naar die deur? Heb ik niet altijd voor je gebeden? Ik heb geen weesgegroetje gehoord. Nee, ik ben gereformeerd. Onze moeder heeft ons katholiek opgevoed. Dan bid ik die godvergeten onzin wel. Weesgegroet, moeder Maria, Magdalena, Jezus Christus. Blijf zitten. En luisteren. Die erfenis is regelrecht smartgeld voor mij. Mijn oma was een onschuldig meisje uit Drimpel. Hij heeft haar ontmaagd en tot allerlei smerigheid gedwongen. Dat was heel gewoon in de kolonie. Wat deed jij dan? Ik noem alleen maar het Bad Abenscheid waarin hij haar... En die truc met die hengstenballen. Dat heb je al die tijd voor mij verzwegen? Hij verkrachtte mijn oma wel 6 keer per dag. Jij, bruut! Wat had die vrouw wat ik niet heb? Als er iemand door de hel is gegaan, dan ben ik het wel. Mijn lichaam staat altijd tot je beschikking. Maar je doet er geen hengstenbal mee! Oh, ik ga die notaris weer op zijn donder schieten. Nee, dan zijn we medeplichtig. Misschien wil die notaris juist wel een goed woordje doen voor de familie. Weet hij veel hoe slecht jullie zijn. En al die klusjes dan die ik voor u gedaan heb. Voor geld. Als klein kind voel je al voor het lulligste een kwartje. Maar dat hoort zo bij een heitje voor een karweitje. Ik heb nog nooit iets van jullie cadeau gehad. Neem me dan. Neem me dan. Daar doe ik alleen jou een plezier mee. Ik bedoel een goede daad, waar ik wat aan heb. Ik wil je wel balsemen als ik je afleg. En als jouw lijdensweg te wachten staat, kun je op mij rekenen wat de euthanasie betreft. Ik zie niemand bij de voordeur. Hou me dan maar een tijdje te vriend. U verliest wat, meneer. Dat kom jij terugbrengen? Ja, ik zag het vallen en... Hoe heet jij? Rashid Kraan. Waar woon je? Van de Broekstraat. Zeg maar wat ik voor je doen kan. Heb je moeilijkheden? Nou, nee, nee. Nee, zeg het. En ik ben er voor je. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Jawel. Je bevalt me. Ach, wat kennen we elkaar nou? Ik verzamel mensen. Je bent mijn vriend.
ben thuis. Lieverd. Wat is er met je gebeurd? Wat hebben ze met je gedaan? Waar zijn alle spullen? Je vriend is langs geweest. Ik hoor je dikwijls zeuren over uitkeringstrekkers. Ze spoken door je middenstanderskop. Dan klinkt tot uit en treuren dat zootje flessentrekkers. Die werken niet, houden hun hand maar op. Worden als profiteren, pa. Misbruik en potverteren, pa. Liggen in je muil bestorven. Je zegt ze met dezelfde tong die mij tot kinderarbeid dwong. Die mijn, maar ook mijn broers jeugd heeft bedorven. S'middags na vieren moesten wij, het was niet anders, aan het werk in onze zelfbedieningszaak. Dat zijn zo de manieren van de kleine middenstanders. Dus als je weer klaagt, pa, denk ik vaak. Dat was toen profiteren, pa. Ik kon niet protesteren, pa. Was een pasgeboren kuiken. Nog maar nauwelijks uit de schaal. Ik denk als ik mijn WW ophaal. Liever dit. Dan ooit mijn kinderen misbruiken. Van mijn fuchsia, heb je een plek, hier een plek, hier een plek, hier. Hey, wat gebeurt heb je een plek, daar? Geef wat is dat? Politiecontrole. Domme. Ja, waarom ga je dan nog rijden als je te veel op hebt? Ja, omdat jij geen rijbewijs hebt, trut. Jezus, nog maar toe. Ja, ik ga linksaf hier, wacht even. Domme. Ze komen ons achterna. Nee, dat is niet waar. Ja. Hier, jij gaat rijden. Jij achter het stuur. Hè? Kom op. Schiet op. Ja, maar ik... Kom op. Die lullen, achter het stuur. Hop. Schiet op. Stikkie, willen we stikkie van mijn fuchsia. Goedenavond. Waarom haalt u opeens dan haast? Agent, ik kon het niet meer ophouden, ken je dat? En of ik dat ken, maar dan neem ik gewoon een taxi, meneer. Glaasje op. Precies. Daarom rijdt mijn vrouw ook. Een doodlopende weg in. Wijven achter het stuur. Mijn moeder ging dood toen ze me kreeg. Ik ben opgevoed door mijn oma. En toen heeft ze jou op je 14e dat met die hengsterballen geleerd? Nee, dat heb ik pas gehoord op haar sterfbed. Is die truc pijnlijk? Het is niks vergeleken bij het kippenkutten. Kippenkutten? En tepeldotteren. Jezus, wat ben jij naïef, zeg. Tepeldotteren deed hij al in zijn puberteit met zijn kleine zusje, hè, Bakkes? Ik weet van niks. Jarenlang heeft hij mijn Anna misbruikt. Ontken het maar niet, Bakkes. Waarom Anna wel en ik niet? Maar mijn Anna zweeg. Onder alle omstandigheden. Totdat je vreemd ging, hè, zwagertje. Toen moest dan uit de weg worden geruimd. Zij is vredig ingeslapen. En jouw piranha vijver, ja. Ideetje van Beb. Beb? Heb jij liggen rotzooien je met hem hier? Oh, Beb was nog open IJsbrand uitgekeken. Maar Anna wou scheiden. En dan zou IJsbrand geen cent erven. Nou, dat heeft Anna geweten. God, joh. Ben je zo geschrokken? Ja, ik dacht altijd dat tantetje nog maagd was. Hij is vroeg vanavond. Sst, straks komt hij nog hier. Godverdomme, wie heeft al het bier opgesopen? Het is onze Tony. Maar uit huis zitten. Het schijnt te kunnen. Je zult onze jongen moeten huisvesten.
Niet als we ons uit de ouderlijke macht laten ontzetten. Dan zijn we zijn ouders niet meer en dan mag hij ons niet meer lastigvallen. Alsof Tony zich daar iets van aantrekt. Dan komt hij juist. Dan kunnen we de politie erbij roepen. Dan wel. Ik kan toch moeder mijn bloedeigen kind in de gevangenis laten smijten. Doen jullie nou maar niet net of jullie slapen? Hé, hey, weg met je jij. Als je maar niet weg met als je moeder niet gauw oplazen, dan trap ik je de kamer uit. En nou is het afgelopen. Als je nou niet gauw van je moeder afgaat, dan laten we je uit de ouderlijke macht ontzetten. Dan laat je wat? Ja, dat kan. Dan kom je er hier nooit meer in. Uit de ouderlijke macht! Maar waar moet ik dan naartoe? Ik heb toch helemaal niemand anders. Nou, het is zover nog niet. Ja, ondertussen hebben jullie wel plannen zitten maken. Achter mijn rug op. Iedereen heeft ouders die van hun kind houden. Maar niemand houdt van mij. Heus wel, nee. Tony. Nou, we hebben het er nog wel over. En ik zit bij de tv als je me nodig hebt, oké? En dan heb ik hier nog 150.000 handtekeningen. Die zou ik graag aan u willen overhandigen, meneer Wolf. Namens ons allen. Dank u wel, mevrouw Schaap. Het is goed te weten dat zoveel hun handtekening hebben gezet. En we zullen die 150.000 handtekeningen dan ook zeker in onze besluitvorming betrekken. Oh, dus toch wel? Maar natuurlijk, mevrouw Schaap. We leven toch in een parlementaire democratie? Kom eens wat dichterbij. De macht aan de schapen, hoor. In dat geval heb ik hier dan nog 3 miljoen bezwaarschriften, zou ik die dan ook... Ja, maar natuurlijk. Graag zelf. Dat spreekt toch vanzelf. Weet u, ik heb soms de indruk dat men een beetje bang voor ons is. Klopt dat? Ja, een beetje wel, ja. Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig? Kom nou eens wat dichterbij. Zo, dat is beter zo. Dan kunnen we elkaar wat beter leren kennen. Goed zo. Zeg, heeft u geen zwartboeken of volkspetities meer bij u? Nee, die liggen thuis. Nou, volgende keer meenemen, hoor. Wij willen heel graag weten wat er onder de schapen leeft. Maar dan moeten de schapen wel vertellen wat ze op hun lever hebben, hè? Dan kunnen wij er wat aan doen. Kom eens lekker dicht tegen me aan staan. Zo dichtbij genoeg? Dichterbij, meid. Kun je uitschelen? Zo? Ja, zo is het goed. Ja. Je moet altijd eerst even met ze spelen, voordat je ze te grazen neemt. Als hij slaapt, lijkt hij net een kind. Maar zo onschuldig is hij niet. Hij kent onze diepste geheimen. Denk je dat hij ons aangeeft bij de politie? Natuurlijk niet. Dan is hij zijn machtsmiddel kwijt. Hij wil eigen rechtertje spelen. Hij wil ons voor hem laten kruipen. Zijn testament moet hier ergens liggen. Ik wou dat ik het geld niet zo hard nodig had. Zou hij mij wel mogen? Hij haat iedereen. Maar hij is dol op dit spel. Jij komt toch nog aan de beurt. Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Ik weet niet. Hij heeft een paar mijnen in Zuid-Amerika, geloof ik. Goudmijnen? Hij schijnt ook nog plantages te hebben in Indonesië. Ja, hoe komt zo'n uitzuiger zo rijk? Bakken steinst nergens voor terug. Hij heeft mij eens bijna verkocht als blanke slavin. Maar niemand wou je hebben, zeker? Move, opa.